Hij speelde er 6 en won er 5. Ronald Waterreus is de PSV'er met de meeste wedstrijden onder Johan Cruijffschaal achter zijn naam. En als je al die wedstrijden nog eens terugkijkt, dan is er eentje waar je natuurlijk de beste herinneringen aan hebt. Nou, absoluut wel de eerste. Het is wel langs te geleden, maar dat was me nog wel wat. Dat was, ik weet niet of het de officiële opening van de Arena was, maar in ieder geval wel de eerste keer dat wij er speelden. 18 augustus 96. Ja, en dat was echt ook wel de aftrap voor een serie van in elk geval niet meer heel vaak verliezen in al die jaren. En wij speelden die dag echt weer geloos. Eikelkamp twee keer, Mark de Grijze scoorde. En we speelden hun echt gewoon van de mat. Verder niks meer aan toe te voegen. En daar is bij de tweede paal raak Mark de Grijze. In het begin van het seizoen denk ik ook al eens ooit, het is een extra oefenwedstrijd die natuurlijk wel een prijs oplevert. Ik ken die verhalen ook allemaal wel van ja, ik wil liever de prijs aan het eind van het seizoen. Ja, uiteraard, maar je hebt niet altijd voor het uitkiezen. En, laat ik zo zeggen, het is zeker niet de belangrijkste prijs, maar als je hem hebt, heb je hem. En het is vaak ook wel een steuntje in de rug voor het seizoen. Het geeft je toch vaak een idee van je bent goed op weg. En de voorbereiding zit er dan eigenlijk op en dan begint het. En als je dan een overwinning op Ajax of zoals hopelijk tegen Feyenoord, dan ontegenzeggelijk krijg je daar een boost van. Dat kan niet anders. Ik heb wel steeds de indruk dat het door de jaren heen wat meer cachet krijgt. Dat geldt ook voor de bekerfinale. Hè. Er zijn wel jaren geweest dat die bekerfinale ook door Nederland rondgeschouwd werd en dat ze daar geen geschikt stadion voor konden vinden. En ja, dat is er bij lange na niet meer zo en dat is de laatste jaren steeds beter geworden. En dat geldt voor de Johan Cruijffschaal ook wel. Als speler hebben wij daar ook wel eens een beetje denigrerend over gedaan. Hè. Ik geloof dat ik zelf ooit wel eens gezegd heb van ja, alleen de naam is eigenlijk mooi. En het zei ook wel iets toen de tijd dat Johan Cruijff zelf, over de doden niks dan goed trouwens, maar ja, ook daar lang niet altijd was. Nou is hij dat niet verplicht, maar goed, het is natuurlijk wel, als de schaal jouw naam draagt, is het wel fijn als hij hem uitreikt. Maar weet je, het gekke is als je dan wat ouder bent, zoals nu, en het is allemaal achter de rug en denk je, ja, ach ja, ik ben er toch vaak bij geweest. En het is toch leuk dat je hem een paar keer gewonnen hebt. Je koopt er verder geen boot voor, dat weet ik ook wel, maar ach. Het is ook weer niet zo heel erg slecht en het is toch een eerste serieuze test waar toch iets, ja, je krijgt iets tastbaars. Zondag, ga je kijken? Zou er heel mooi van af kunnen maken door te zeggen ja, maar ik denk dat ik niet eens thuis ben. Nee, ik denk het niet. Nee, ik ben er niet, ik ben in het buitenland.